havenliefhebbers een ode gebracht aan de postduif, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de militaire communicatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een en ander kadert in diverse herdenkingsplechtigheden voor de gesneuvelden van de Grote Oorlog, maar tegelijk willen de duivenliefhebbers ook hulde brengen aan de militaire postduiven, die voor veel soldaten van strategisch belang waren als de telefoon en de telegraaf werden uitgeschakeld. De Duitsers beschouwden ze dan ook als spionagemiddel en namen de duiven zelfs in beslag. De vlucht werd georganiseerd in samenwerking met de verbroedering van vaderlandslievende verenigingen uit Roeselaar. Maar dat is een standaard vriendschap, zou ik zeggen, met de mensen van de West-Vlaamse Duivenbond. Hebben wij onmiddellijk een goed overeenkomst bereikt. Dan hebben we gezegd, ja, we gaan ook in het kader van de Grote Oorlog 1418, 2014-2018, gaan we jaarlijks een herdenking dus eigenlijk organiseren. En we zijn daarmee gestart in 2015. Nu zitten we aan de derde editie. En ja, volgend jaar gaan we nog één editie doen. Dan hebben we het plaatje dus eigenlijk vol van de vier jaar. Van op diverse locaties werden maar liefst 21.979 duiven ingekorfd voor een vlucht vanuit Compiègne. En dat is niet toevallig. Waarom Compiègne is wel ook belangrijk, omdat daar in 1418 de wapenstilstand werd gesloten. En we hebben als thema vooral genomen de ode aan de postduif. En het is zo dat wij die ode willen brengen aan de postduif, omdat dus de postduif eigenlijk, of de duiven, een cruciale rol gespeeld hebben in de oorlogsjaren 1418. Want zij waren eigenlijk de overbrengers van boodschappen achter de vijandelijke linies. En het is dus bewezen dat er eigenlijk honderdduizenden soldaten daarmee eigenlijk gered geweest zijn. In het najaar vanaf 1 oktober brengt Plattelands TV een nieuwe reeks over de duivensport en de passie van de duivenmelkers.